heel veel verkocht. We hebben al een paar fietsen en zo, dus dat gaat heel goed. En je merkt dat bijvoorbeeld in de ochtend kwamen heel veel mensen en dan tijdens middageten gaan ze weer weg en dan komen ze weer. Dus dan gaat het wel leuk. En ook als je bijvoorbeeld zelf gewoon, dan ga je gewoon even rondlopen en dan kan je ook allemaal leuke dingen kopen. Dus ja, dat vond ik wel heel leuk. Hoi kijkers van Omroep Drimmelen. We zijn hier vandaag op de Koningsdag hier in Maarden. Een Koningsdag die we al samen met 12 keer raak. Ik hoor bij Abnok de 12 keer raak al voor de 12e keer organiseren. Hier is Mari van 12 keer raak. Een heel leuk evenement. 12 keer Mari doen we het nu. Het is 13 keer zelfs al. We hebben de corona. 2 jaar stilgelegen met corona. Dus we hebben het van jou weer opgepakt. Mag weer, het kan weer. En we hebben geweldig weer. Dus, en we hebben diverse verenigingen die hier meedoen. Jullie Club Maarden, moet niemand vergeten natuurlijk. Daar zijn we heel dankbaar voor. Dat zijn de mensen die allemaal meedoen, doen allemaal vrijwillig mee. Dus alle sportverenigingen, verenigingen doen allemaal vrijwillig mee. En hier staan wat, natuurlijk wat mensen die ons daar zeer erkentelijk zijn om ons even met ons mee te helpen en mee te denken erin. Dus dat is helemaal super. Dankjewel daarvoor. Vandaag ben ik met allemaal activiteiten bezig en het is best wel leuk. Alleen sommige dingen, dat duur ik best wel lang voor in de rij. Enjoy Sportclub, HVM Maarden, handbal, bierspulschuiven, vereniging de zwaarduwen, korfbal, ballen gooien, spijkerbroek hangen, Jola Olympus, volleybal, klimmuur, Maardense Boys, judoclub Maarden, suikerspin / popcorn of 3-wheels Twix. Wat ik vertel over de lijst is dat ik hem alleen gebruik om de dingen te doen en niet voor de snoepzak. Ik zeg oeh! Oeh! Ik zeg ah! Ah! Ik zeg oeh! Oeh! Ah! Ah! Ja, gewoon kei leuk. We hadden vandaag een bier geschoven en een bier geschoven. Ik heb ook nog een suikerspin op. Op een klimmuur geklommen. en gevoetbald, gehandbald. Daarachter was ook nog een soort kasteel waar je dan tegen elkaar omhoog kon klimmen. En je kon suikerspinnen en je kon een kaartje krijgen en dan kon je elk onderdeel doen. En dan, kreeg je steeds een stempel en dan uiteindelijk kreeg je nog een snoepzakje.